Dit zijn beelden uit een parkeergarage aan de Nieuweweg in Breda op zondag 4 januari om 3:00 s'nachts. Het gaat om deze drie mannen. In de parkeergarage lopen ze twee andere mannen tegen het lijf. Er ontstaat oneenigheid. Ineens vallen er klappen. De drie daders spraken met een Belgische tongval en zijn zo tussen de 25 en 30 jaar oud. Degene met de rode sweater heeft waarschijnlijk een tatoeage op zijn rechter onderarm. Die met het blauwe shirt heeft er een op zijn linkerarm. De derde droeg een soort colbert. Ze kwamen aan en reden weer weg uit de parkeergarage in een Audi met Belgisch kenteken. Ja, de vraag is, wie zijn dit? Dat kan via de nummers in beeld, maar ook via de website bureaubrabant.nl.